Evert, je bent ziek aan het worden. Ja. Groot alarm in de mensen vandaag. Ja, dus uh, ik spiegel mij een beetje aan Saïs van Marokko. Ook uh, zijn kathedraal van een lichaam is in verval. En nu ook dat van mij. Dus uh, ik tel af naar de finale. Ik ben getroffen door een keelontsteking. Maar ik hoop vandaag nog door te komen. En welke symptomen heb je? Uh, ik kan niet slikken. <lacht> <lacht> ja, dat dat kan op allerlei manieren geïnterpreteerd worden, maar het is wel een groot probleem, want ik kan er ook niet goed door slapen. Oei. Ja, praten ook moeilijk. Ja. Je gaat daar wel nog vier dagen moeten volhouden, want ik kan niet uh, zonder u. Hè. Kijk, ik heb uh, vandaag uh, Dennis bijgeschoold over alle voetbalgeschiedenis. <laughs> dus zij zou het moeten kunnen vanaf nu. Okay. Welkom trouwens. Joris Brijs, Nicola de Brabander. Een dag in de mansion. Joke had je kunnen winnen met FIFA. Nee, weer al niet. De, de mansion is vervloekt voor mij. Ik, ik, ik kan hier niet winnen. Twee keer uh, verlengingen en twee keer, één keer penalties eruit en één keer in de verlengingen eruit. Maar wel met Marokko tegen Frankrijk tegen Dennis. Dus ik vind met Marokko verlengingen en penalties. Goeie ik, had, ik had 22 kansen, gaf er acht. Was goed. Gewoon, nee, nee, gewoon statistieken zeggen niet altijd alles, Dennis. In dit geval wel. Nee. Trouwens, ik wou Dennis uh, bekomplimenteren voor wat hij altijd doet als de gasten. Dat is voor mij een vaste afspraak. Dan begint het met pas echt als hij Ei! roept, maar je hebt het niet gedaan. Oei. Hey! Ja. Nu wel. Huh? Ja, ja. Ja, ja, dat is geen iets geen waar... Idee waar het over gaat. Gaat. Hij zit niet door. Net altijd als, we als de, de gasten, gasten voorstellen, dat, dat, dat hij dat dan doet, dan, dan roept Dennis hey... Dat is ja? voor mij de vaste avond. Ik was vandaag een beetje verrast, eigenlijk, want normaal heeft Stan een originele <laughs> intro over de twee gasten. En nu was ja, ja. Welkom. Ik we waren dekker. vandaag vroeger begonnen dan gedacht. <laughs> ja. Ik dacht, waarom doet hem dat nu niet? Maar dat is dus. Dat dan dan begint mid-mid. Ja. Voilà. Welkom Nicolaou. Welkom in de Voor de mensen die u niet kennen, wat doet je in het leven? Ik ben uh, voetbalcommentator, presentator, uh, interviewer, vooral op Eleven. Als ze me kennen, zal het vooral via daar zijn, denk ik. Of je dat er nu naar Sporza Radio geluisterd heeft tijdens het WK. Uh, ik het. Hoe heb je het WK beleefd? Maar dus voor de radio. Uh, ja, de ik heb twaalf matchen gedaan in totaal. Dus ik ging zeggen druk intensief. Maar niet zo intensief als jullie, denk ik. Want jullie hebben elke dag uh, gewerkt. Ik niet. Gewerkt, ja. Uh, maar ja, bedoel. Uh, anders kijk ik thuis naar die matchen. Dus als ik er nu uh, commentaar op geef voor Radio 1. Of ik zit gewoon thuis in de zetel, denk dat mijn madame liever heeft dat ik dan weg ben en werk. Dus, is af en toe nog eens op haar gemak thuis. Dat lijkt mij het, uh, het moeilijkste in alle disciplines van commentaar geven. Commentaar geven op de radio van een scherm. Ja, um... Ah, zo, ja. Ja, want is, je zit in een, in een hokje en, en voor tv... Maar niemand weet zijn. of dat je verkeerd zit. Ja, is, dat is een groot voordeel. Nee, wat dat er, uh, wat dat ik moeilijk vind daarbij is. Als je in het stadion zit, zit je echt in de match. Mm -hmm. en, en lette constant 90 minuten, of uh, 114 in dit geval in Qatar. Uh, lette op. Maar in de studio in Brussel, je hebt het uh, programma. En af en toe gaat dat dan ook over politiek en over uh, andere zaken. zijn het toch soms wel wat afgeleid. En, en dat heb ik niet als ik uh, voor tv-commentaar geef. of in het mm. stadion voor de radio-commentaar geef. Dat is het enige moeilijke voor de rest. Allee, valt dat ook wel mee? Hè. Is dat ook vanuit het wintercircus? circus nee, nee, dat was dus heel vervelend, want ik woon in Gent. Uh, <laughs> en ik moest iedere dag naar Brussel. Dus dat uh, was een okay. beetje vervelend. Maar ja, wat. Uh, welk shirt heb het gaan? Het is opvallend. Zuid-Korea. Ja, ik dacht, ik haal mijn mooiste roze shirt uit de kast. Uh, ik heb het... er, er scheelt iets met het, met het rugnummer en met het borstnummer. De 8 staat omgekeerd blijkbaar. Er, ah, er ja. was een gast op Twitter die dacht, ja, ik, ik vind dat niet goed. Uh, ik verkoop het, dus dat heeft mij heel weinig geld gekost. Maar ik vond dat wel een tof design. En moet vond je moet dan... er wel bij zeggen om het door te hebben. Ja, ja ik weet het. Maar je ziet het wel als je als het zegt. Uh, maar ik vond het... En op de website van Nike kon ik het niet meer krijgen en zo. Dus ik dacht: je wel. Dan me... maar... Mensen die kijken mijn klassieke beeldbuis, die hun ogen vallen er nu wel uit. <laughs> ja, sorry. Ja, dat was mij gevraagd om geen uh, streepjes. En uh, ja. <laughs> Mislukt. Uh, wat doe je het liefste? Belgisch voetbal of Champions League? Oeh. Um... Ja, Champions League denk ik toch. Ja? Wel, um, mijn laatste match nu op 2K was Engeland-Frankrijk. Oh, lekker. En ik, en ik herinner mij dat Filip dat Joos in die match zei. Dit is misschien de match die het meeste clubvoetbal benadert. En ik vond ook dat die match het meeste Champions League niveau had. Technisch niveau dan, en qua snelheid en zo. En ja, uh, laten we eerlijk zijn als we handen leggen, zelfs club in de competitie. Vergelijken met wat dat ik dan af en toe dankzij Proximus mag. Gaan bekijken in uh, Milaan of Barcelona of Londen. Dat is, ja, ga ze het ook. Fan van Ajax, uh, die hebben ook al mooie dingen laten zien in de Champions League. Ik dat ik nooit ging zeggen. Ja, <laughs> bedankt. Maar dat is Ooit. nog een ander niveau, hè. Uh, maar oké, okay, België is ook niet verkeerd, hè. Ik het heb ook... wel echt smullen. Hè? De, de fases van de Champions League, de laatste ja, seizoenen. Ja, ja, ja. Elke match smullen. Ik heb, ik heb ook geleerd vandaag dat Joris uh, nooit voetbalcommentator kan worden omdat zijn aandachtspannen te kort is. Ja, ja. <laughs> dat is zo. 90 maar... minuten, dat is voor mij te lang. Ik vind 90 minuten uh, aandachtig voetbal kijken, daar heb ik het al heel lastig mee. Dus dan nog eens 90 minuten maar... daar zinnige dingen over vertellen en tactisch ook nog eens het inzicht hebben. Eigenlijk is het net omgekeerd, Joris. Als je, als je voetbalcommentaar geeft, dan vliegen die 90 minuten veel sneller voorbij dan als je aan het kijken zit in je zetel. Dus Kennen dat... jullie elkaar ik denk, de dat, ik denk dat dat, dat geen. Uh, ja, van. Chemie, van hè, ja. Op. op. <laughs> Van voetballen. Voetballen. Ja. <laughs> Ik was net aan het denken: ja, we zien elkaar in zo'n omstandigheden, ja, ja. maar ja, ja, het, rest, is uh, het is niet dat wij al een pint gaan pakken zijn ofzo. Straks. Of ja. uh, het was trouwens twee weken geleden. Dat je te gast waart. en jij hebt ja. ons lied gedraaid op Studio Brussel. Ja, goed. Dat is heel mooi. Dank hey. u. Ja, de reacties waren ook laaiend. Hè. Ja? In, de, in de app van StuBru, zes mensen. Zes, die, <laughs> dat is uh, een record. maar dat is veel. Dat is echt veel. Zes voor, op één nummer een reactie uh, op een nummer van twee minuten en zes mensen. Ja, ja Truitje van Mertens of de Bruine. <laughs> voilà, Truitje van Mertens of de Bruine. en al die zes mensen uh, stuurden. uw truitje is binnen dus die hadden allemaal gekeken. Radig. ik. wou Mertens? Hè? Niet de bruine, hè? Uh, Mertens is goed. Ja, ja. Hoe dichter? Bij, <laughs> hoe, hoe dichter bij Kerstmis hoe meer cadeaus dat, zeg je? Dat ik eigenlijk zeggen. Ik wou eigenlijk de bruine. Maar waar is zijn? Uh, nee, ik heb de bruine al. Ik heb de bruine. Ja, voor dat nummer moest ik uh, 20 minuten wachten in Zo, die, die fanshop en ik had geen tijd. Allee, jong. geen grap. Als ik, als ik het nog eens draai, ga de nummer dan opzetten de nummer. Oké, okay. ik stuur het ja. morgen door. Voilà. Uh, wij vallen binnen vijf dagen in een zwart gat, want twee is gedaan. Mag jij niet? Jij hebt de warmste week. Wat ga ja, je allemaal doen? Ja. Ik ga heel Vlaanderen rondtrekken. Dus we hebben twee auto's. Um Robin en ik zitten in de twee auto's en we gaan zes dagen aan een stuk, maandag tot zaterdag, Vla Vlaanderen rondrijden richting alle acties. Ik ga maandag al richting uh, Anderlecht, want Jan Vertongen en op de Bast uh, gaan uh, iets uitleggen over welke acties ze met Anderlecht hebben, ze, hebben gedaan. Ze hebben zo een, um, een luisterboek uh, gemaakt met Bart de... ja. Uh, dus da daarmee hebben ze ook geld ingezameld. Uh, dus we gaan echt in alle uithoeken van het land kijken wat mensen doen voor uh, het goede doel. Kansarmoede is, is dit jaar het thema. Dus vlammen tegen kansarmoede ga ik een week doen. Mooi. Ja. Niet dat ze niet geblesseerd raken natuurlijk. Uh, ja, ik heb geen zotte plannen met die, met die mannen. Dat is een interview. En ik heb al de briefing doorgekregen dat er niet te veel uh, vragen <laughs> of geen vragen gesteld mogen worden over het WK. <laughs> ja. Echt, over blessures ja. gesproken. Ik heb meegedaan aan een Mid-Mid Cup en heel is geblesseerd uitgevallen. Ja, dus uh, de vloek die rust op de mansion rust nu ook op de Mid-Mid Mondiaal Cup. We, dat is niet normaal. We, we waren met negen, we zijn met vijf geëindigd. Vier hebben een enkel uh, omgeslagen, twee ervan ligamenten gescheurd en één een enkel breuk. Enkel dus bruk. ja een breuk. En, en, en geen enkel keer met contact, hè. dus er is nooit contact geweest, nooit een vieze tackle van iemand, het was echt puur, ja, de koude denk het was ik, was ijskoud in die hal, was haar heel koud, het dus was harder geweest, zijn oh. ja en, en we hebben de beelden op YouTube, want alle garincha pleinen kunnen <laughs> terug bekijken, dus we hebben gezien waar het fout liep en nee, allemaal heel raar. Mijn broer bijvoorbeeld. Die ineens, ja, die, die, die knetste door. En dat was alsof zijn Achillespees plots uh, ja, gesprongen was of zo, Maar heel raar. Ja. We hebben ook beelden van iets wat een mooie assist had moeten Allee. zijn. Ja. Ja. Hier zit oh, heel... oh, manneke. Voor de mensen die luisteren, Joris wipt het balletje omhoog. Hop. Met links en dan met de hiel rechts. De perfecte assist, maar uw ploegmaats. Uh, Joris, wat heb je daarover te zeggen? <laughs> Ja, hij is zelf nog heel teleurgesteld. Want ik heb het vandaag ook naar hem gestuurd en uh, hij is er nog niet goed van dat hij dat heeft gemist. Maar hij was ook onder de indruk van de Paas, dus dan snap ik wel dat je die een overtrapt. Maar ik heb Joris ook een knappe goal zien maken. Hij kan echt heel goed voetballen. Als hij hem zin heeft, ja. zeker. Zwaar. Ja, uh, welkom gedaan? trouwens aan onze site, dan. Ik ben Nicolas, maar ik moet hem altijd even welkom heten. Hoe is het Samen. met u? Saval, Saval. Ja? ja? Heb je al leuke dingen klaarstaan? Ja, ik heb nog een mooie foto van Joris klaarstaan. En, uh, Nicola, vraag aan jou. Bye. Aan wie doet uh, Joris jou hier denken? Ja, ik heb, ik heb het al gezien op zijn Instagram natuurlijk. Hè. Jack. Het is echt, als je het ziet, zo, vooral zo dit, ja. als je het zo afwisselt. Maar dan hoe, is la, het... hoe lang heb je gezocht, Joris, om een gelijkaardige foto te vinden? Een half uurtje. Ja, ja echt wel. Ik wou echt zo maar dezelfde pose vinden. En, het is wel gelukt. Het ja. ja. is, oh, ja. is goed gelukt. Ja. Maar ik heb en, nog vind... Ik heb nog wel iets. Want Nicola, jij was er niet op de Mit mid nee, nee, dat is jammer. Nee, nee. Um, ik was want... niet uitgenodigd, jongens. Iedereen was uitgenodigd. <laughs> Iedereen was uitgenodigd. Okay. Want we hebben het over missers gehad. en uh, ai, ai, Ik ai, heb ai. dit doorgestuurd gekregen: ai, 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 ai. Een, een pareltje <laughs> van Nicola de Brabander. Ah, hier is hij. <laughs> oh, op de paal. Ik uh, bedank Gunter Steyaert en Bas Coupé, jullie eindredacteurs <laughs> <laughs> hiervoor. Waar maar wat is nou? dit? Wat is, wat is hier aan de hand? Uh, dat zijn de Europese bedrijfsportspelen wow. uh -huh. in Arnhem. Dan snap ik uh, dat je hem wilt missen. Ja, inderdaad. Nee, tof jongens. Als je goesting hebt en je bent nog fit genoeg, Joris, het kan. Jij bent niet geblesseerd geraakt. Ja, uh, meedoen. Ja, nou. Volgend jaar is het in Bordeaux. Ik heb vroeger nog gewerkt voor een organisatie die bedrijfssport organiseerde in Vlaanderen. Uh, daar, daardoor ben ik daarbij beland. En uh, we hebben het niet zo goed gedaan in Nederland, dat geef ik ook toe. Dus misschien moeten jullie het maar doen. Maar echt wel plezant. Uh, dat was drie, drie dagen in Nederland. Als je een excuus kunt vinden om weg te zijn thuis, maar we willen onze gasten ook graag een goed gevoel geven. We willen elkaar <laughs> een slecht gevoel geven? Ja? Ja, nee, we geven elkaar een slecht gevoel, maar onze gasten moeten ja. zich goed voelen. Ja. Dus het is over jou gegaan in de humo. In de humo. Interview met Mark Uiterhoeven het gaat daar ja. over de sportpresentatoren en hij zei uh, Marc Uiterhoeven zei over jou Nicola de Brabander. Ik zag hem onlangs voor het eerst. Hij steekt er met kop en schouders bovenuit. Hoppa! Ja. een Heel mooi. Van een icoon als Mark Uiterhoeven kan dat wel tellen. Is het is wel al twee jaar geleden. Wanneer is ja, ja twee, twee jaar geleden? Is het is al twee jaar geleden dit artikel. Ja, is... Goede briefing opnieuw. Dank je wel. Ja. Ja. Goed. Goed door, ja, ja, ik Bedankt. Ik heb Mark uh, nog niet echt ontmoet, denk ik. Maar ik heb hem daar wel een bedankje voor gestuurd, omdat ik dat tof vond. Oké. Okay. Uh, maar dat was, ja. Dat was hilarisch. Hè? Mark was hier te gast. <laughs> en uh, onder de, bij het eten ging hij toch nog eens even in zijn bakje kijken bij Oestuinvis, want hij werkt hier nog altijd. Het was twaalf jaar geleden. Twaalf <laughs> Dat bakje had geledigd. Dus daar zaten allemaal geboortekaartjes in van kinderen die nu al naar de middelbare school gaan. <laughs> en een cadeautje van Nicola van een interview van twee jaar geleden. En zo: Oh, hier ze. Dan oh, Nicola, oh, leuk. <laughs> Zo'n pakket van materiaal van twaalf jaar. Heb je ook al eens taalles gekregen van hem? Nee. nee? En heb je maar rust? Ik, maar ik werk natuurlijk via Westijnvis vooral voor Proximus. En ik weet ja. dat er bij de andere kant, bij de collega's van PlaySports, dat er wel geregeld mails worden verstuurd. Maar die komen niet tot bij ons. Dus ik heb nog nooit uh, feedback gekregen van hem of correcties. Joris, klopt dat? Krijg jij vaak mails? Het is lang geleden dat ik er nog eens iets van gehoord heb. Ja, okay. uh, maar ik heb er wel eens mee gefacetimed toen hij in uh, Nieuw-Zeeland zat, of in Australië. En kan. Hij, had, hij was daar Sports Late Night aan het zien. <laughs> en hij heeft mij toen gefacetimed om een paar dingen... Uh, te zeggen wat hij ervan vond. En... Weet je nog wat? Wat was het probleem? Oh, nee, nee ik, weet wel, ik weet wel, één keer heb ik er een, een discussie mee gehad, omdat ik zei, speeldag 17, hè, ik had uh, uitgetipt, daar zitten we al. Maar ik zei, speeldag 17, daar zitten we al. Dus meer, daar zitten we al. En hij zei, daar zitten we al. <laughs> het is, daar zitten we al. Wie is de ja, man? Ik doe, ja. dat, ik, doe dat, ik doe dat eigenlijk. expres, daar zitten we al. En, en toen zei hij: Ja, maar ja, Gendi en Aster, die, die jonge gasten, die, die zijn immer metaal bezig. En ik kan hem ergens wel gelijk geven, maar ik vind het vlotter om te zeggen: daar zitten we al. Snap ik. Evert, mag ik een stoute vraag stellen? Ja, jongen, graag. Waar plaatst je Nicola in de ranking oei. van beste commentatoren oei, oei. van België? Ja. Oeh, dat is een stoute vraag. Ik denk zeker top 100. Ja, dank je, dank je Evert. Uh, nee, ik denk top 10 zeker, ja. Ik denk dat Filip... Ja, uh, en, Aster zijn, en Aster zijn voor mij de beste. Dan komt Peter en dan uh, zit er een nieuwe generatie die, die aan het vechten is voor de nieuwe grote te zijn en daar zit Nicola bij. Mooi, ja toch? Uh, ik ben zeker niet de beste. Uh, dat, is, dat is duidelijk. Uh, Heb je zo'n voorbeeld? Uh, eigenlijk niet echt. Nee, ik, ik weet dat ik dat van jongs af aan wou doen. Uh, en en dan, dan had ik zo wat, wat Engelse voorbeelden. Uh, BBC, alleen als ik kijk naar BBC dacht ik van oké, okay, dat wil ik later ook nog wel ooit doen. Uh, maar het is niet dat ik Filip Joos of Peter van den Bemt of Jan Wouters uh, als voorbeeld had. Ik hm. vind die goed, hè? vooral duidelijkheid, heel goed. Uh, maar ik probeer mijn eigen stijl te hebben. Uh, en dat is zo ergens tussenin, denk ik, tussen de vroegere stijl en de jongste. Ik ben niet meer de, nieuwste, de jongste generatie, want ik ben al 37. Dus uh, Aster en Michael van Varenberg en dat soort, uh, dat soort jongens, dat zijn de nog versere gasten. Maar ja, ik, ik, ik denk dat ik misschien ook te veel dingen graag doe om mij alleen op dat commentaar te focussen. En dat ik het ook niet per se erg vind. Oh, dat was mijn volgende mee... vraag. Ja. Het liefst commentaar of het liefst iemand interviewen? Uh, oh, ik heb ontdekt um, wat hij eigenlijk het allerliefste doet. Dus ik zou <laughs> willen zeggen aan de basis van je leven: geef hem alstublieft nog meer de data room. <laughs> ja, dankjewel. <lacht> <lacht> ja. Nee, um... nee uh, interviews. Nee, dan toch commentaar, want interviews in het voetbal, alleen we weten allemaal hoe het gaat, Voorgekoud en en ja, toch wel hè. Ja. Het is, het is De moeilijk om, niet goed om, zijn om om iets uh... slecht antwoord hè. Het is moeilijk om iets uh, origineels of iets uh, te dat, dat is echt niet waar. Sam. Als de vragen niet goed zijn, krijg je geen origineel antwoord. Zelfs als je een hele goede vraag stelt, krijg je meestal oh. geen origineel oh. antwoord. Uh, ik okay. heb toch ooit echt, echt mijn uiterste best gedaan bij Afvala, maar die man, die man wou niet reageren. Dat is waar. Ja. Dat heb ik ook gedaan. Nee, dan toch commentaar geven. Ja. Ja. Zult het eens over het voetbal hebben? Frankrijk heeft gewonnen. De match kon ook niet slechter beginnen voor Marokko, denk ik. Ja. Al na vijf minuten, één achter. We keken toch allemaal naar elkaar uh, bij, bij dat toepunt van. Ja, lap. Fuck. Dat is wat er niet mocht gebeuren voor de match. Een vroege goal van Frankrijk. En ik vind, wel, ik vind wel heel sterk wat Marokko daarna nog heeft laten zien. Want ik had niet verwacht dat, dat, dat ze er eigenlijk nog zo lang gingen inblijven in de match. En ze hebben nog wel serieus herpakt. En eerste kwartier, tweede helft ook nog. En ik heb bij momenten wel. Weer genoten van hoe dat ze spelen. En dat, dat, dat was nog maar eens het een bewijs dat, dat het niet alleen maar een ploeg is dat met vechtlust uh, in de halve finale is gegaan. Dat was toch zijn wel hun zwakste mensen. match? Um, ik weet het niet. Ik, ik vond, Oef, ik vond ze voetballend toch uh, best goed. Marokko-Kroatië niet vergeten, hè? Die eerste match, dat was een draak van een wedstrijd. In balbezit vond ik ze wel ja, goed. Ja. Ze moesten nu komen en dat hebben ze ook wel gedaan. Natuurlijk, ze missen. Een, een grote vedette van voor die echt kansen kan afdwingen, maar ik vond ze wel aanvallend goed. Ja, ja en, en het, wat, wat ze nu opnieuw hebben laten zien, is, is gewoon ze hebben, ze hebben wel kwaliteit in die ploeg. Want ik, ik heb echt zo nog een paar keer gelezen van Marokko: de ploeg met heel veel werklust en de ploeg uh, die nooit opgeeft, maar er werd zo precies vergeten dat hij wel gewoon heel veel matchen speelt. Nee, dat is geen belediging, maar het is toch meer dan dat. Het is toch een ploeg die meer kan dan enkel werken en, en vechten. Ja, ze hebben Hakimi vond ik echt heel, heel, heel sterk spelen. En die middenvelder, Unahi, mm. is echt wel een openbaring. Die was echt goed weer. Alleen, ik vond het wat vreemd van de coach ook. Hij haalde Enneziri eraf. Vrij snel in de wedstrijd, vond ik. En toen stond het nog maar 1-0. En het is niet dat ze drie, vier goede aanvallers hebben. Dus als je dan je beste aanvaller er zo vroeg afvalt. In een do-or-die-match, je komt misschien nooit meer in een halve finale, dan vind ik dat wel zonde. En een Siri die had de bal tot dan drie keer geraakt. Ja. Dat is het minste van een speler op een WK die 45 minuten gespeeld heeft. Ooit. heel Ooit. Ooit. Ja. Ja. ooit. Blijkbaar. valt er toch iets voor te zeggen. <lacht> <lacht> dat maar aan <laughs> ja, ik dacht, het heeft misschien te maken met, met vermoeidheid of zo, na alles wat er al geweest is. Maar misschien heb je daar uh, geen, geen data daar van. Daar heb ik geen data van, van. Nee. Ah, Het vond ik dat die size startte. Ja. Maar dat is een soort talisman, denk ik, die uh, koste wat kost zou spelen. Ik denk uh, met gebroken benen, we hebben het hier al gezegd, zou die ook gespeeld hebben. Maar het kon niet meer, want hij komt op een gegeven moment in een spiritueel met hmm. En hij, hij moet eigenlijk stoppen met lopen. Dus ja, het was al vrij vroeg in de match dat je wist dat hij eraf ging. Maar als het zo vroeg in de match al is, dan had je het toch voor de match kunnen weten. Maar dat ja. doe je toch testen voor hem? Dat was de vorige match eigenlijk ook al. Hè? Ja, dat is op. waar. Ja, maar ja, je, hebt, je hebt meer wissels dan vroeger. Is, is, dat, dan, is dat dan puur. Om, omdat hij heel goed communicatief is op het veld, dat, dat ze hem zouden zetten. Ja, dat is, dat is toch de enige reden? Ik denk dat ze die 2 K is dat wel een soort krijger geworden. Dat is de koning van Marrakesh geworden in eigen land, denk ik. Ja, ze konden niet zonder hem. Maar het probleem is door zijn uitvallen en ook van Aguert vlak voor de wedstrijd, die ook in de basis ging starten. Ja, moeten ze heel veel wissels beginnen doen achterin. En als je dan na vijf minuten de goal krijgt, dan kan je wel beginnen denken: ja, heeft het een met het ander te maken dat je mm. misschien. De ploeg was niet gerodeerd, was niet ingespeeld op zo te spelen achterin. Hij ging eraf na 20 minuten. Ik denk dat dat niet was gebeurd als ze niet achter stonden. Ik denk dat dat echt niet meer kon. Het deed ook tekenen aan de bank dit mm. gaat echt niet meer. En ik vind het alleen, de goal is, is eigenlijk, zie ik die, die, die niet mee verdedigt. Dus of dat, ja. Misschien was dat, was dat ook de afspraak van, kijk, we, gaan, we weten dat je misschien maar 20 minuten kunt spelen, maar we willen die eerste 20 <laughs> minuten met u doorkomen. <laughs> kan hè? Dat ze, ja, dat dat ze op hen ja. rekenen om die eerste 20 minuten op nul te weinig. Ja, maar ja, het kan als je vijf wissels hebt en, en die, die, die trainer denkt dat ze hem echt nodig hebben om. Om de eerste stormloop te overleven, even. Ja, dat is waar. Het was de maar... eerste keer dat ze achterkwamen dit week. Ja. Ook de eerste keer dat we ja, een voilà. ging Daarom, gingen. Daarom dat we misschien wel hem erbij wou hebben om, om dat opnieuw te doen. Ja. Opnieuw een zeer belangrijke rol voor Griezmann. God. Zeker bij die eerste goal. Dat is toch een, een heel andere figuur en speler dan bij Atletico dit seizoen. Dat is, ja, is Dag en ook. nacht verschillen. Ja. Precies, een long bijgestoken. Ja, ik heb ook een paar veel matchen eigenlijk van Frankrijk gedaan voor de radio. En uh, ik heb echt van hem genoten. Ik, ik las ergens ook in de l'équipe uh, Lisa Razou. Dus die hebben voor elke match hebben ze de spelers van de twee ploegen. Dat ze, uh, tegenover elkaar zetten. En ze laten dan iemand een, analist, een, een analyse maken. En Lisa Razou zei: uh, Griezmann speelt nu zoals een ballerina op de toppen van zijn tenen. En als hem goed is, zie je dat hij hem zo lichtvoetig speelt. Ik vond dat wel mooi gezegd. Ja, een paar snap belangrijke aspecten. Wat bedoelt eigenlijk? Zag je? Ik snap ook wel. Ja, ik zag het ook direct voor me. Uh, en ik ben al uh, sinds 2013, denk ik, fan van hem. Allee, niet meer zo bij Atletico. Ja, ik herinner me een match. Uh, wat is dubbele er match. Gebeurt? Voor de Champions League. sociedad Olympique Lyon. Ah, ja. En toen heb uh, je win... iets gebeurd. Ja, ja. <laughs> ja, hij geeft haar een assist en hij scoort. En toen was Griezmann nog niet zo Allee, nog niet bekend, zoals je dat. Maar uh, ja, bij Barcelona en Atletico is, het niet, is het niet dezelfde speel. Hij gaat dan voor een gigantisch bedrag naar Barcelona. Hij is dan topshooter geweest op het EK zelfs, denk ik. Hij werd daar als een soort van linksbuiten gebruikt. Als je dit dan allemaal ziet wat hij nu doet op dat toernooi, dan is dat ook wel ergens doodzonde dat hij een ja. paar jaar. Weg is geweest. Hij wordt Verloren, niet meer nee. aanzien als die grote ster. Nee. En nu stond hij op de 6, op de 8, op de 10, hij was overal. En nog eens zou... een bewijs wat een Deschamps uit een de speler kan halen. Hè? We hebben het daar al over gehad eerder, denk ik, in een van de afleveringen. Over wat hij bijvoorbeeld uit Pogba gehaald heeft vier jaar geleden. Ja, ik denk dat niemand die Griezmann bij Atletico anderhalve maand geleden zag spelen. had durven zeggen dat we dit gingen zien op dit WK. Nee, nee. Deschamps, maar... ondertussen gaan we, gaan we moeten zeggen, petje af. Poeh. Want okay, hij heeft enorm, enorm veel kwaliteit, maar er zijn nog landen met enorm veel kwaliteit die de finales niet halen. Hè. Hij kan een tweede wereldtitel pakken, hij heeft een EK-finale gespeeld, hij heeft de Nations League gewonnen. Maar het lijkt ook alsof ja. ze amper hun best hebben moeten doen om nu ja. te staan waar ze nu staan. Dat maakt het ergens keihard voor al de rest. Uh, ik, allee, ik zag wel allerlei moppen passeren op Twitter. Hè. Vanaf nu moeten we Frankrijk vragen om met hun twee baks te wisselen voor twee baguettes, om, <laughs> om het terug spannend te maken. Die mannen hebben zoveel talent, ja. ja. Ik ga er al van Dennis overnemen. Deschamps, de vierde trainer die <laughs> uh, uh, twee WK-finale's op rij speelt. Wat ik eigenlijk al veel vind, vier. Mai? Ja. Wie nog? Italië, die twee ja. finales ja. na elkaar. He? Duitsland ja. 86-90. Ja. Beckenbauer. Beckenbauer. en uh, de coach van Argentinië 86-90. Maar geen enkele heeft kunnen winnen tot dusver. De twee op rij, ja. Ja. Italië. Ja. Ja. En, Italië de en wereldkampioen uh, na elkaar. 34-8. Ja, ja. Ah, oké, okay. ja, toen. Uh, ja. 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 En nou is toch, want Frank had ons toch gecorrigeerd? Brazilië, ja. hè? Uh, nee, nee, ja, maar dat ging over het is Italië. Niet dezelfde Frank, coach, Frank, Frank had ja, toen Italië dezelfde is. coach. Ik snap ja. het. Ja. En ik vind trouwens, als ik dat nog mag zeggen, heel jammer uh, dat, dat zo het sprookje van de underdog het opnieuw niet tot in de finale heeft gehad. Want in 2002 was Zuid-Korea halve finale. 1998 uh, oh, ja. was het Kroatië, wij waren dat vier jaar geleden. Minder underdog dan Zuid-Korea en Kroatië toen die jaren. Maar nu ook weer net halve finale. Er is dus toch nog nooit zo'n kleiner land als underdog in de finale gereden. Kroatië vier jaar geleden? Ja. Ja. En dat vind ik dan ook wel altijd ook... jammer voor de finale. Erg ja, ja. Is. Want zoals je vandaag ziet, er was ook wel echt kwaliteitsverschil. Ja. Zeker bij die eerste goal, Griezmann komt daar veel te gemakkelijk alleen. Ja. Ik had ook mijn dubbel gevoel. Ik gunde het heel hard de Marokkanen om... Het, het sprookje af te maken, maar ik dacht ook, een finale Argentinië-Frankrijk. Oh, ja, Daar ja, gaan we het zeker verhaal. nog over hebben, maar we moeten er even uit. Dus tot zo. Toch last met Man, wat dat wij, Evert, jij en een andere gast over Frankrijk hebben gezegd: in de studio, in de uitzending, als er een ander land ter wereld was geweest, dan wij hij gewoon gecanceld. Huur ten huis kunnen in Frankrijk altijd wel als je daar binnenkomt. In andere landen is dat, dat, u, een... dat is niet. Krijg je de Warburg niet terug? Wow. Zes maanden wachten. We zijn van. Maar ook wat 60% balbezit. Dat is toch onwaarschijnlijk? Normaal hebben ze er 33. Ja. Het geheim van de Fransen is gewoon verdedigen. Hè. Dat is Echt, hè? Ja, dat is de champ Ondertussen kunnen we dat toch zo noemen. Ik heb hem eigenlijk nog nooit een match van A tot Z weten verpletteren, druk naar voren. Dat doet ja. hij niet. En hij heeft ook altijd geluk en ze scoren weer zo vroeg. Ja, iedereen trapt in de val, heb ik ook altijd het gevoel. Wij ook vier jaar geleden. De, de, die match is toch wel voor een bepaald stuk. Te spiegelen aan onze halve finale tegen Frankrijk. Ook in de hoeveelste minuut scoorde Frankrijk ja. tegen ons? Giroud zei het die na de vijfde minuut tegen Engeland. Dat was kort na de ja. rust. Hij zei het, he. die doet me denken aan Frankrijk-België. Ja, Dat kunnen ze bij elke match zeggen, want ze spelen elke ja. wedstrijd hetzelfde. In ja. ja. het 51 gescoord om ja, 51. Maar in mijn gedachten was dat vroeger. <laughs> was hij in de eerste helft. Bon. Ik wou niet, niet uh, de, de minuut of zo spiegelen, maar, maar wel. Ze Snap komen 1-0 voor en dan is, dan, ze gaan daar nooit 3-4-0 omdat ze gewoon niet gaan. Nee, die, die gaan niet op zoek naar een tweede doelpunt nee. voor. Dat was tegen de Engelsen ook. Die kwamen pas als de Engelsen terug ja. gelijk hadden gemaakt. Maar zou dat Mbappé zou dat een, een soms ook niet frustreren? Pff, waarschijnlijk niet van, als je wint. Maar... Ja. En hij heeft een vrije rol hierdoor. Hè? Mm -hmm. hij mag eigenlijk doen wat hij wil. Net omdat, hij, <coughs> omdat ze niet vol een bak druk zetten. Kan hij het soms in een wedstrijd rustig aan doen? En ik denk wel dat hij dat aangenaam vindt. Want elke keer als hij dan de bal krijgt, zet hij wel de turbo aan. Mm. Jawel, Daar geniet hij enorm van. Het lijkt wel alsof hij de, de enige is die bepaalt: van nu zet ik de turbo aan en spelen we even tempo, heel kort. Maar er is toch niemand anders dan Mbappé dat ineens die versnelling in, in het spel van Frankrijk brengt? Mm. Griezmann in, wel, in sommige. Niemand ja. zoals Mbappé. Ja, ja, zo. Het is toch nee, is ongevenaard. Okay. Uh, ja, de, ja dembele aan de andere kant, soms, ja. maar... Een uh, quizvraagje. Uh, ah. Mbappé is de tweede speler ooit die 13 matchen op een WK speelt, in totaal, dus op wereldkampioenschappen, voor zijn 24e. Wie was de andere? De derde? De tweede. Twee, Pelé? Dus, nee. Dat dacht ik ook. Het is wel een voormalig wereldkampioen, kan ik wel zeggen. Ja. <laughs> hij heeft een wereldtitel gewonnen. Maldini? Nee. Oh, goeie dus goeie verder terug. Het is verder terug. Verder terug. En hij is wereldkampioen geworden. Ja, ja. maar finale, nee. finale tegen Nederland. Ah, Kempes of zo. Ja. Ik ja. ben mooi. blij dat ik nog eens iets weet: tennis, dank u. <laughs> dat is graag gedaan, even, omdat hij je wat ziek voelt. Ja, dank u. Je hebt mij ook Ik heb nog een quizvraag alsjeblieft. Ah, ja. Amala speelde halve finale van de WK. Terwijl hij in de Jupiler Pro League actief was. En was de tweede die dat deed sinds 1986. Wie? Halve finale. Dus actief zijn in de Juppé Pro League, de halve finale op een WK spelen sinds 86, want toen waren er een paar. Belgen? Ja, maar. Toen waren er geen Belgen. Dat we Belgen. Zoeken. We zoeken geen Belg. Nee. Oh. Zuid-Koreaan. Ja. Kyun Sol. Heel oh. juist, ja, ja, Evert. Is dat mat? Dat is nee. beter nee. als je ziek bent. Een vingerje naar on zichzelf. On fire. Dat is een tip van. Ja, ik weet het. Ja, ik kan een andere week ja. uh, Wat mij ook opviel finale van de WK en opnieuw toch een matige ref. Ja. Matig? Slecht, Slecht toch ja. weer gewoon. Eén gele kaart? Ja, maar een gele kaart die er ja. geen was. Ja. Dus, en, en hij had op andere momenten wel geel moeten geven. Hè? Maar het is, ik heb daar al een paar keer gedacht, dit, dit WK, dat, ik vind het ik vind heel mooi het, uh, de gedachtegang erachter, dat je van, van elk continent ook nog scheidsrechters wilt. Maar ja, als het niveau daardoor zo hard naar beneden gaat, en uh, dat hebben we nu ook gezien. Dus dat moet die regel dan niet. Wie ja, komt er nog in aanmerking voor de, voor de finale? Weten we dat? Ik vond het opvallend dat ze Michael ja, ja. Oliver van de Premier League naar huis stuurden. Hmm. Die vond ik altijd zeer goed hmm. fluiten. Is ook een autoriteit in de zwaarste en hevigste competitie van de wereld. Alleen, het is op de duur beginnen te denken: het wordt misschien tijd om eens professionele scheidsrechters op een WK te zetten. Zo, dat gevoel ja? heb je. Ze komen ja. van overal. Sommigen kenden de regels niet. Hè. Ik herinner me nog de, de terugspeelbal van Nazar waardoor iemand ja. buiten het spel begon te staan. Ah, ja, ja. Was lachwekkend. En ook die, zo, uh, scheidsrechters zoals Oliver, of, of die, die in de topcompetities uh, fluiten, die kennen die spelers en andersom. Maar hier heb je toch het gevoel dat, 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 dat heel veel spelers in de ogen van de scheidsrechter kijken die, die, die ook denken van, van waar komt deze nu weer? En een band tussen speler en scheidsrechter zorgt er ook wel voor, denk ik, dat, dat je soms een match onder controle kunt houden of dat er, dat er een betere communicatie is tussen die spelers en hm? scheidsrechters. Ik denk dat ook. Ja. En, en nu ja, heb je het gevoel dat er een, van, van, die ook cafévoetbal op zaterdag fluit, plots op 2K komt fluiten echt? en dat gaat niet. En, en daardoor want, wordt het niveau ook naar beneden gehaald. Ze verdienden maar ook wel ja. geen penalty in plaats van een gele kaart. Ja. Het was ik, zeker geen gele kaart, hè? Nee, nee absoluut. Maar ja, strafschop is misschien dan wel <coughs> nog een brug te ver, denk ik, hè. Uh. Bah, ik, ik, ik. Ik had het gevoel van wel. Want als die, het was, het was die, de, de eerste tik waarvoor hij geel kreeg en mm -hmm. hem niet raakte, als hij zijn, zijn voet eigenlijk niet omhoog doet, waar, waar, waar de mm. scheidsrechter van denkt dat hij hem raakt, als dat net niet gebeurt en hij vlamt daar zo op, denk ik dat het misschien wel een penalty is. Mm -hmm. en, en hij raakt hem niet. Hè? Dus... Aan de andere kant, ik weet niet meer op wie de tackle was, maar Marokko had ook misschien wel een rode kaart voorzien. Ja, op een gegeven moment engel... waren ze, ze een soort catch aan spelen op de tegenaanval, om die van Frankrijk toch maar naar de grond te werken. En dan. Vraag ik mij af. Als we zo gaan fluiten in de Jupiler Pro League, dan krijgen we wel echt nog leuke weken. Er wordt, gewoon geen, er wordt gewoon geen kaart meer getrokken. Daar komt het eigenlijk op neer. Alles kan, alles mag. We hebben zelfs één American Football tackle gezien. Zelfs. Ja, ja, ja. Echt midden van het veld gewoon. Omverrammen. Er is trouwens nieuws. Um, op sportwereld.be staat dit. Dit is... Uh, El Mundo zou het... Uh geplaatst hebben dat Benzema fit is ja. en mag terugkeren naar Qatar als je Deschamps bent. Hoe mag, mag wil... terugkeren? Van Is de, tweede, van, van Real het is de tweede keer dat we dit horen, hè? Dus, Ja, maar uh... zou je hem terug willen als je Deschamps bent? We horen nee. het de eerste keer toen hij nog moest de training hervatten. Hè? Toen stond er Morgen gaat dus Die ja, ja, komt misschien terug. Ja, nu hij zijn is hij fit nu, genoeg en nu mag bezig. hij terug. Wil je hem terug in de ploeg als je die Deschamps bent? Nooit, nee. Ik zou stemmen in de kleedkamer. Dan zal het ook nee zijn, denk ik, ja? Ik zou het nu heel raar ademen. vinden dat hij dat er nu weer bij komt. En ik denk dat, dat die spelers dat ook niet. Ik bedoel, ze gunnen toch Giroud eh, ook wel uh, die basisplaats, denk ik. En, en ja, man, maar ik denk niet dat Benzema terugneemt voor meteen basis te staan. Nee, dan. maar goed, waarom moet hij er dan? Nee, hij heeft toch meer de kwalificatie? En, ja. Ja, nee, ik, nee? Zie, ik zie het niet. Ja. Evert, gij? Uh, hij is een uitzonderlijk talent genoeg om het wel te doen, denk ik. Ja, als je Turan moet inbrengen of uh, die, die van Frankfurt die vandaag scoorde, ik ben zijn naam vergeten. Ik ook. Colomboani. Ja, als je Mooi dan een professional. Als je dan een <laughs> kan brengen, ja, waarom niet? En, en ik denk wel dat de selectie vrede heeft gesloten met hem al ver voor die toernooi. Dus mm. ah, ik denk wel de, dat dat moet kunnen. Dat kan toch niet, Jongens? Die, die heeft, uh, wat is het, twee weken, drie weken niet. <laughs> dat is wel <laughs> de comeback van het toernooi. Bij een finale? Daar kunnen we toch een film over maken? Die zit... Een heel WK thuis in zijn zetel ja. te kijken en dan zo Salvage Coach. Kan ik daar, kan ik ga Qatar, ik ik de finale, ik ga een finale ja. nog even meespelen. Voel we nog wel oké? Okay? Okay? Dat is toch ja. zot? Ja, maar dat is een verhaal. Je, je voelt eigenlijk nu al dat hij de beslissende. Ja. Ja. maakt. Ja. Nee. Daar, daar moeten we niet film van maken. Of de beslissende dat die we... missen. Oeh. Zou een betere documentaire zijn. Ik dan hoop dat. het. Ga niet gebeuren denk ik. Ik hoop ja? dat we hem mis dan. No way. Maar ik ben, nu, ik ben nu, ik zit nu in het Messi-kamp <laughs> toch wel. Ja. Ik verlaat uh, Camp Ronaldo. Voor even, ik ben nu Argentinië. Kijk, en, hoe, hoe, vuil u, nee, hoe vuil was uw vakantiehuis, Joris? <laughs> Overloper, stromt. <laughs> en maar kijk, als we afgaan op de geschiedenis, dan zou Argentinië moeten winnen. Want in 2001 heeft Ronaldinho getekend voor PSG, het jaar daarna is hij wereldkampioen geworden, in 2017 Mbappé, het jaar daarna is hij wereldkampioen geworden, en vorig jaar Messi. Natuurlijk, dat slaat ja, op we niks. Moeten ze niet dus nummers Chelsea Je nummers toch ook? Exact ja. Daarom wil ik zeggen: ja. het slaat op niks. Want gisteren hadden we iets met Ziecht die met nummer 22 speelde dus daarom dit jaar wereldkampioen zou worden. Ja. Maar kijk, Alla. het is tof. Hoe hebben we het er eigenlijk van afgebracht in de Napoleon Games? Wel, um, voorlopig ben je nog altijd aan het winnen. Het ja, is eigenlijk niet met winnen en verliezen, want je kan ja, alleen toch maar winnen, wel, hè, Evert? Ja. <laughs> Ik ga toch nog voor de winst. Ja, voilà. <laughs> okay. Het is een dus snel met en verliezen. Sam, je hebt voorlopig 2200 euro binnengehaald voor Pleegzorg Vlaanderen en Evert 2000 euro voor Stichting Darmkanker. En jullie hebben ook gegokt op wat er gaat gebeuren in de volgende match. Um, dat is niet afgesproken, hè, jongens. Nee. Want dat gaat weer lijken alsof we zijn. Ik kan dat, ik kan dat bevestigen. Hebben, Het is maar. nooit afgesproken tussen jullie, inderdaad. Dus, um, Sam zegt dat Kroatië wint van Marokko. Evert gokt op uh, Marokko. Dankjewel, Evert. Um, en voor de finale zegt Sam natuurlijk Frankrijk en Evert uh -huh. natuurlijk. Natuurlijk Argentinië. Dat was wel de meest voorspelbare ding. Ja. Echt? Die laatste. Het is ook mooi dat onze twee teams dan in de finale staan, toch? Ja, dit is toch wel de finale waar de. Alleen die wou je toch. Messi tegen Mbappé, de twee, de twee goats uh, tegen elkaar, de nieuwe en de oude. Allee, ik... Toch ook gewoon de twee beste ploegen van dit WK? Ja, arre, ja. Nee? Ik had graag Engeland uh, uh, zien door. Engeland tegen Argentinië. Argentinië. Ja. Oh, dat is ook wel zot geweest. Als ah ja, de Falklands. Ja. Ja, ik dat vond echt... Engeland echt niet beter dan Frankrijk, maar... Ja, in die match toch wel. Ja? Ja. Of Twee goed, het, ja. penalties en één kans? Nee, ze hebben meer kansen gehad, toch? Kane Van de zijkant? Ik, toen ik, had, uh, ik had die match en ik herinner me dat mijn, mijn schriftje, uh, dat dat vol groen stond, dat was toen de kleur van, uh, van Engeland. Dus ik herinner me dat... Eigenlijk, voor mij waren die echt wel een stuk beter. En Frankrijk scoort dan via Giroud de 1-2, maar daarna... Ja, ik weet niet, ja wat ik wel heel maar opvallend. Frankrijk deed op zijn Frankrijkse. Ja, 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 dat was wel, wel, niet moed, dan gingen die terug. Maar ik kan me niet zoveel kansen herinneren van die, ik zeg het, die kans van Kane. Man. Wel opvallend vind ik, Dus acht jaar geleden Argentinië in de finale. en er is maar één speler buiten Messi bij die er toen ook bij was. en dat is die Maria. Dus het zijn echt twee totaal ja. verschillende generaties eigenlijk. En dat vind ik wel spannend. Terwijl bij Frankrijk ja, is er wel die basis die al jarenlang aan de top staat. Zij zijn dat gewoon om die finales te spelen. Dus. Allee, ik kijk er wel echt enorm, enorm naar uit. Zou het een mooie match kunnen worden? Ja, ja? sowieso. Mm. Waarom? Ik weet het niet. Omdat ja. ze gaan, ze gaan er, allee, de druk op die twee, eh, Mbappé, Messi, die gaat zo worden opgevoerd dat je bij elk balcontact gaat dat stadion even stil zijn denk ik. Even in vervoering. En dat kan op de middenlijn zijn, dat kan aan de zijlijn zijn. Maar heel die wedstrijd gaat op die twee toegespitst worden, waardoor elke actie het kan ontbranden. Daar kijk ik wel naar uit. Dat zijn dus, de twee hoofdkansen. Maar maar daarom... De statistieken nee. trouwens, van Engeland tegen Frankrijk: uh, Engeland 57 procent balbezit. Um, 16 schoten, 8 op doel. Maar Frankrijk, maar 8 Frankrijk 8 schoten, maar, maar 5 op doel. Ja, maar je zei amper kans gecreëerd, 8 schoten op doel, toch, Engeland? En Frankrijk maar 5. Aha. Ja, ik blijf bij mijn. Mening. <laughs> ja? Nee, ja, sorry, je mocht als NBA-statistieken. Maar <laughs> je zegt geen kans <laughs> gecreëerd. We. Dit zijn, zijn wel... Ah, schoten op doel. Ja. Enfin, maar we hebben het hier toch toen ook gezegd. Ik moet daar niet op terugkomen. De Kick and Rush Boys waren er toen bij. Die zeiden toch ook. Ja, de controle en alles was van Engeland. Maar de kansen vielen toch tegen. Ik dacht echt dat je nu. Au en dat was omdat Frankrijk de bal niet wou toch? <laughs> Wat je wist de kels op revoir te zeggen tegen Dennis. En we gewoon in nee. het volgende deel niet meer in te zetten. <laughs> als hij het gaat gaat vallen. heb ik hem zeker nog nodig. Uh, Evert, je gaat trouwens research gedaan over het ontstaan van, allez, eigenlijk van het van succes van het ja, Franse voetbal. Als je kijkt naar Frankrijk, is eigenlijk een eerste titel is pas van 1998 en sindsdien zijn ze wel een blijver aan de top. Met de laatste jaren dan echt echt gewoon consequent aan de top. En ze hebben op een gegeven moment de centre de Formation in het leven geroepen. En ze zijn er al 30 jaar mee bezig en dat werpt gewoon zijn vruchten af. Ze hebben een constante aanvoer van talent. Omdat ze zo: ja, het is een watervalsysteem eigenlijk. Dus er zijn iets meer dan 30 van die Centre de Formations in heel het land. En die leiden maar op, die leiden maar op. En alle ploegen kunnen daaruit kiezen, want het hoeft ook niet altijd bij een topploeg te dus zijn. zijn. Niet, die hangen niet vast aan een club? O Olympique Lyon is wel de beste. Die worden het allerhoogste gerate, want elk jaar krijgen die punten. En Olympique Lyon staat... Ver op één, maar bijvoorbeeld Rennes doet het heel goed, Saint-Etienne, maar ook Clermont doet het heel goed, een kleinere ploeg, Valenciennes doet het goed. Dus zij, zij kijken eigenlijk los van de topclubs, maar meer over heel Frankrijk. Dat is eigenlijk een kaart. En elk talent uit elke buurt kan in zijn regio naar zo'n centre. Dus er gaat bijna geen talent verloren. Maar wat is dan het verschil met ons bijvoorbeeld, want als je in Brussel zit, kun je toch naar Antwerpen gaan? Ja, als je in Brugge woont, kun je toch naar Brugge gaan? Ja, maar dat is echt vanuit de Franse voetbalfederatie mm -hmm. wordt dat heel erg gestimuleerd. Dus de Franse voetbalfederatie doet eigenlijk ook aan regio scouting, lokale scouting, los van clubs. En ik denk dat dat geen stom idee is. Mm. Wij zijn afhankelijk van hoeveel geld een profclub in zijn jeugd wil steken, terwijl ja. daar doet de Franse voetbalbond. Dus dat is eigenlijk nog eens overkoepelende ja. scouting extra ja. bij de scouting van clubs. Voilà. Dus dan haalt je echt alles eruit. Ja. En dan heb je ook nog eens alle accommodatie, die, die centre. Maar als het al eh, van achter formation... is, is het toch ook raar dat het nog niet gekopieerd is? Uh, bijvoorbeeld Marokko ja. heeft nu ja. uh, zijn eerste centre ja. geopend. Eh, omdat uh, de koning van Marokko er heel hard in gelooft. Dus die <coughs> heeft het wel nu gekopieerd. Ik denk dat wat wij in Tubize proberen te creëren, dat dat ook een eerste aanzet is om het zo te doen. Maar dat is toch ook geen zot idee of zo? Nee, ja, maar de uitvoering ja. misschien wel. Ja. Ik zou toch denken dat, dat dat op veel meer plaatsen of in veel meer landen al zo ver moet kunnen staan. Maar dus, ja, als Amerika informatie. of Brazilië of zo het perfect zouden uitvoeren, ja. dan zouden wij, zij nog veel meer talent moeten kunnen ja. hebben. Amerika is toch, is toch zot dat ja. er nog altijd geen topteam staat. Met zoveel inwoners. Zeer interessant, weet je, Evert, Maar we moeten er even uit voor reclame, dus we zijn zo bij u terug. Ja. Drie van onze duivelsoden, en vandaag zijn we bij het geslacht Hazard. We gaan het hebben over Eden Hazard, misschien wel een van de allerbeste Belgische voetballers die we ooit hebben gehad. Ik zie dat hij geboren is in La Louvière. Hij is getrouwd met de jeugdliefde Natasha van Honaker. Zijn oudste zoon Janis werd genoemd naar Janis Saliboer, zijn beste vriend. En hij was Bu trouwens 19 bij de geboorte van zijn eerste kind. Ik was er uh, 36. Het verschil moet er zijn. Ja. Kom van Vontjubiezen naar Anderlecht, maar verkoos, verkoos Lille boven Anderlecht. Hij is daar twee jaar op prijsspeler van het jaar geweest. En de jongste ooit die Speler van het jaar werd. Dus dan zie je ook de statistieken van het laatste jaar bij Lille: scoort hij in de competitie alleen al 20 goals en 18 assists. Dat zijn wel, allee, dat gaat richting Messi. Messiaanse cijfers, Cristiano Ronaldo. Wel, opvallend, als ik me niet vergis, gaat hij naar Chelsea het jaar dat hij de Champions League uh, wint. En ja. als hij vertrekt, winnen ze hem terug. Oh. Hij heeft dat daar wel echt. Fantastisch gedaan natuurlijk. Dat is de beste Eden Hazard was de Hazar van Chelsea. Hè? De bijnamen van Eden. Jullie een idee? Edeninho of zo. <laughs> no. ja. Eddy. Eddie. Oh, ja. dat vind ik leuk. Eddie. En dan de twee anderen nog. De snake. De slang, omdat hij ja. overal tussen kan okay. gaan. En. De verboden vrucht. Oh, mooi. Dat is, uh, de verboden fruit. Dat is een gelaagdheid. Ja, dat weet ik ook. De Garden of Eden. Hè? Ik heb hier gewoon de lijst staan. Ah, inderdaad. Ja, nationale ploeg. Ingevallen voor wie? 2008 tegen Luxemburg. Ah, Wesley. Wesley Song. Ja. Hij is opgeroepen als vervanger van de geblesseerde Stijn de Smet. En eerste doelpunt pas in zijn 23e Interland tegen Kazachstan. Ja, maar ondertussen wel tweede in de all-time topschutterstand ah, ja. van de Rode Duivels. Ja. Wel een van de allerbeste matches die ik ooit een Duivel heb zien spelen was Eden Hazard tegen Brazilië. Waanzin. Ook heel opvallend. Sportman van het jaar in 2018 en die prijs gaat echt zelden of nooit naar de voetballer. Ja, ja toen dat. was hij de be tweede beste speler op het WK na Modric. Hazard was ook beter op het WK 2018 dan Modric. Nee jongen, misschien ben ik te chauvinistisch. dan, maar ik had de gouden bal aan Hazard gegeven in plaats van aan Modric. Eden, sowieso al bedankt voor alles wat je voor ons voetbal betekend hebt en uh, tot morgen. Ik moet wel zeggen, we lachen en terecht met hoe ik mensen naar reclame stuur. Maar wat dat zijn die handjes, Evert? <laughs> ik heb, ik moet ik mijn energie kwijt. Dus ja. als, als ik aan het woord ben, dan doe ik allerlei handgebaren. Mij doet dat denken aan, aan de Argentijnen? Na de match gaan die toch ook naar het publiek zo? Ja, ja. <laughs> ja, ja <laughs> als er een vliegtuig komt, maar hier. Of de pinguïn? <laughs> uh, het boek dat ik daarnet net had, was ja. de grote encyclopedie van de rode Duivels, geschreven door Geert Lamberts. Dat hebben we gekregen en dat mogen wij we weggeven. Wow, en het is echt wel de ziekste kerstcadeau die je een voetbalfree kunt geven. Ik, zou ik heb het er ook in voor u geregeld. geregeld. Ja, echt. Zaalig. Echt, ja. Hallo. Zalig. Voilà. Maar nee, het dat is echt Ja, er staat alles, alles, alles in elke rode duivel, elke wedstrijd, elke ploegopstelling. Het is echt wow. Oké, okay. winnen kan uh, vanaf morgen op onze Instagrampagina mitmitpodcast. Als ik dat nummer van mitmit uh, mit, nu Drie keer op de radio speel. <laughs> Na elkaar Mag ik dan ook doen boek? Uh, Geert. <laughs> we zullen zien wat we kunnen regelen. Goed? Okay. Even terug over de finale. Uh, is het Argentinië nu van Messi vergelijkbaar met Argentinië van Maradona in 86 en 90? Zijn de heel afhankelijk van de sterspeler wel? Ja, misschien wel, ja. Als je gaat kijken, toen waren er eigenlijk ook maar drie, vier echte spelers die aan de top speelden. En dat is nu misschien ook wel mm. zo. Dus ja. Maar afhankelijk, en vooral ook alles in teken van hem. En dat is niet alleen die ploeg, dat is gewoon heel dat land dat achter Messi staat. Dat is zo, ze willen hem, ze willen hem gewoon... Ja, ja zie, je, is dat die is die niet normaal, he, hoe dat daar in Argentinië... Wanneer is die genomen? Dit is na de wedstrijd van, uh, van gisteren. Als je kijkt, ja, die beelden zijn, zijn waanzinnig, hoeveel het daar samen ja. is, uh, is gekomen maar ja, het is daar nu ook zomer, dus dat is bangelijk voor die mensen. Hè. Die, die maken eindelijk een WK mee in hun zomer. Mm -hmm. En net een week WK dat ze misschien wel gaan winnen met Messi, dat wordt, dat wordt daar. Ik zou een vliegtuig richting Argentinië eerder boeken dan richting Qatar, omdat dat daar echt... Dat is gelijk dan als, als Napoli ooit kampioen speelt in Italië, dat gaan die taferelen zijn, maar dan misschien nogmaal vijf of zo. Parijs kan je met de TGV, hè? Ja, maar dat ga ik niet doen. Er werd lang gezegd dat zo over de carrière van Messi hadden. Het smet was een beetje Argentinië. Daar deed hij te weinig, daar won hij te weinig. Hij heeft nu de Copa Amerika gewonnen. Het is de tweede WK-finale. Ja. Zelfs als hij niet wereldkampioen wordt, mogen we dat toch eigenlijk niet meer zeggen? Ja, het is ook met welke ploegen dat hij toch de finale haalt. Want ik blijf dat wel zeggen. Uh, Scaloni doet het oké, okay. hij zet een goed blok. Maar het is geen, het is geen wereldploeg. Ik denk dat de en zo, die, die heeft veel meer talent in zich. Mm. Dus het is wel echt een knappe prestatie. En dit is wel echt het WK van Messi. Mm. Hè? Ja. Er wordt vaak gezegd: de knockoutfase is hij niet scherp of hij is niet beslissend bij de nationale ploeg. Ja, nu wel. Huh. Ja, en, de, en dat, dat kan nu niet meer gezegd worden, want in, in Brazilië 2014 was Messi niet echt de. Minder dan de, nu? Ja, voilà. Ja. De, de grote man. En nu is het wel echt enkel. Maar de ploeg Messi, was toen ja. wel veel beter. Ja. ja. Toch? Ja, maar nu, nu trekt hij ze maar, pff, over de streep. Het is toch nergens voor nodig dat, dat we dat daar nog aan afmeten, vind, vind ik. Hè. Zijn carrière is toch zo indrukwekkend en fantastisch geweest, dat whatever happens. Absoluut, maar ja, dat werd wel altijd. Ja, gezicht. maar en dat kunnen we, nu terecht. kunnen we niet terecht zeggen. Ik bedoel, wat? Allee, ja. ik heb hem geluk gehad om hem uh, vaak te zien spelen, ook bij Barça. Ja. Ik vind dat Argentinië daar niet, niet aan de orde is, eigenlijk zelfs. Dat, dat dat zelfs niet mag meespelen, oké. Okay. Het valt al sinds nu voor mij definitief. Dat zijn ja, ja. toch dingen die je, die je nog meer onthoudt. Voor mij, dan toch. Ja, ja tuurlijk, dan Champions maar... League Zie dan, ja, ja, dat is maar, voor bedoel. mij direct wereldbeker 98. Ja. Ja. Dat is veel minder. Ook, hè, met Real met Champions dan, League finale tegen Leverkusen. Oké, okay, die, die wereldschool. Ja, het hem, hoogste is dit. Het gaat over honderden matchen waarin dat hem dat soort dingen gedaan heeft. En, en, en dan op een ternooi kundepeg hebben, kan het een keer misgaan. Ik snap zeker wat je bedoelt. Dus... Daarom dat ik net wil zeggen, ja. zelfs dat. Valt ja, nu nee, weg nee, tuur, en kan dus niet meer aangehaald worden. Het je nu, denk ik, dat er extra bij komt, is de omarming van het Argentijnse volk over mm -hmm. Messi. Het is allemaal bijgelegd. Ja, het is heel lang moeilijk geweest. De strubbelingen tussen de Spanjaard Messi en het Argentijnse volk. En nu voel je. No matter what happens, ja. hij staat eindelijk tussen de grote Argentijnen. Ja. En dat vind ik er wel heel chique. Ja, Er was nu ook een interview met een, met een, uh, een vrouwelijke journaliste. na de wedstrijd, die, die, die hem, denk ik, twee minuten aan een stuk. echt bedolven heeft onder de complimenten. En alleen maar dat, dat uh, het Argentijnse volk hem omarmt. En, en, en het maakt niet uit of hem nu wint. Maar dat de liefde die hij geeft aan het volk. veel meer waard is dan eender welke een beker of zo. En dat is zot, hè. Het, het duel Mbappé Bapé-Messi trouwens zondag is ook een duel voor de topschutterstand. <kwijnt> en, Wie haalt het? En het duel van Qatar, hè? Dat is, mm. dat is toch ook opvallend, hè? Ze, ze zijn alle twee boegbeeld van het land Qatar en van het toernooi daar. Uh, dus ik denk dat de, de, de baas van PSG een zeer gelukkig man is op dit moment, want hij kan alleen maar winnen. Hier ging dit project toch ook over? Ja. ja. En dan ja, een kleine smet op het blason van Messi is dat hij nu ook al uh, als uithangbord wordt gebruikt voor Saoedi-Arabië 2030. Dan ja. denk ik, jong, zeg tegen uw, ma uw marketingboys: niet doen. Maar. Dennis, tijd ja. voor ons All-Star-team. Yep. Nog eens overlopen wie hierin staat: uh, Livakovic in doel. Guerrero, Saïs, Gvardiol en Hakimi achteraan. Amrabat en Bellingham als middenveld. Die zijn allemaal naar huis. En dan hebben we McAllister op uh, de 10 en Mbappé, Messi op de flanken en Alvarez als diepe spits. Dat is ons team op dit moment. Nicola, jij zit hier voor het hier, eerst. Dus ja, in principe. Maar uh, Joris had toch een rode kaart gegeven? Nadat hij de vorige keer Maguire in het team had gezet. Ja, jij had het ja. vooral een rode kaart gegeven. Hey, oh, maar ik heb uh, hier toch ook nog wel gehoord dat Maguire een goed toernooi heeft gespeeld. Dus ja, zo nou, toch, omdat je laatst dacht, waar valt die rode kaart? Ah, ah. Straf krijg je één ja. slag de met dit boek. De Maguire van Engeland zou <laughs> jij graag bij Man United zien, denk ik. Uh, goed, we gaan verder. Ja, ik, <laughs> ik, ik heb ze allemaal genoemd. Ik, ik wil uh, Griezmann er wel in, maar ja... Wie gaat eruit? Het is moeilijk om er dan iemand. Te... Mag McAllister eruit? Ja, dat vind ik ook. Wat jij wil. Oh. Ja, Oké, okay, dan, dan graag. Ook. Als je ze tegen elkaar afzet, alle respect voor McAllister en ja. zijn WK, maar Griezmann is toch indrukwekkender dit week. Ja. Oké, okay. Joris? <laughs> nee, nee. <laughs> Joris. Nee, nee, nee. Um, ik ga het gewoon in de groep gooien, voorstellen. Um, ik vond Konaté wel, wel echt sterk ook vandaag. Ja, en zeker. Misschien in de plaats van uh, Sijs? Ja, Sijs, ja? Gaat hij eruit? Ja. Dat is dan over, puur voor of, deze, deze match. Dat is wel moeilijk, was, vind ik, yeah. op basis van die ene match. Ja, ik heb die. De, maar, daarom dat ik het in de groep gooi. Ik heb het vooral over deze. Dus we deze mogen match. stemmen. Hij speelde de eerste ja, match ook. We mogen stemmen. Ja, toen kwam terug. Ja. Hij kwam voorhand terug. Ik vond hem ook goed in de ja. eerste match. Ik, ik denk dat het een voordeel is dat, dat hij vandaag en misschien ook de finale speelt als Super Mechanical. Ja. Meest geslaagde tackles op dit WK. Lijkt het hoogste percentage tenminste. Van uh... doet altijd iets geks je, je, je weet nooit of hij een hele match foutloos blijft. Dus... het is een voorstel. Ik snap. Doen er de inbreng van mijn doen. onze gasten beslissen. Joris, je hebt al, je ja. alleen. Ja, je... Nee, nee, dan gaan we gewoon. Dan moet moet, nee, nee. moet. moet Gerrit <laughs> blijven staan? Ah, dat is een vraag. Wie zet die anders Mocht... op linksachter? Ja, ja, dat zijn moet mijn... dat mo moet het echt aan linksback zijn? Nee, wat is je voorstel? Ja, ik zou zeggen ik teed erin. Maar ja, dan klopt. Het Vardiole, natuurlijk niet, maar... is van opleidingen linksachter. Ja, oké. Oké. Okay. Ja. Dus Guardiol links en Konaté e centraal. Vardioen... Voor... Tegenmorgen zal ik het deftig op het bord zetten. Ja, uh... Ik zal het er zo nu opschrijven en dan zal ik wel mijn... ik pijlen trekken. Voilà. Okay. Bedankt. Graag gedaan. Oké, okay, heren, dikke merci om te komen. Graag gedaan. Uh, aan de kijkers en de luisteraars, geniet van de zolder van Evert. En tot morgen. Bye. Nicola, welkom op mijn zolder. Het item van vandaag... Kan ik niet tevoorschijn toveren, want het staat er al. Oké, okay, dat brengt veel herinneringen terug voor mezelf. Ik heb gehoord dat jij wel een Subbuteo-freak bent. Mijn vader had een collega die echt competitief speelde. Die wou ermee stoppen op een gegeven moment. Ik denk dat ik een jaar of acht was. En hij heeft zijn collectie toen, die een, die een mens, aan mij geschonken. Heb je goedstelling om nog eens te spelen? Uh, zeker, altijd. Ik ga kijken welke landen ik allemaal heb. Voilà. Ik zie hier al Frankrijk staan. Dat is al goed. Zullen we daarmee starten dan? Dat is al goed. Argentinië zie ik hier ook. Zal ik Argentinië oh, zijn? Ja, ik wil messi zijn. Hè. Het lijkt me ook een heel moeilijk spel. Vroeger als kind was ik altijd gefrustreerd. Ik, ik heb het ook nooit helemaal gespeeld volgens de perfecte regels van de kunst, denk ik. Ik zou zeggen: probeer jij bij mij een goal te maken. Oké, okay. dan moet ik wel recht staan. Ja, ja, ja. Nu moet jij weer een defensieve mag ik, doen. Mag ik de bal raken? Uh, nee, maar ik mag nu. Oh. Ja, zie, Nu Wat is het al gezegd: vrije trap. Ja. Dus ik zal. Proberen? Ai, nee. Dus nu weet, ik niet. nu weet ik niet wat we moeten doen. Dat de Argentijnse linies worden hier doorbroken. Martinez hier in de goal. Klaar? Ik vind hem vrij klein, moet ik zeggen. Zijn we klaar? Ja. Oh, ai, 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 ai. wat een save in de goal, maar niet Wat een de safe. Ja, Prachtig. Okay. Oh, ik had zelfs geen reactie, man. Nee, maar je kunt dat wel echt, toch? Nee, 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 nee. Ik heb uh, ook nog iets speciaals. Hè. Omdat je nu me toch met Frankrijk 1-0 uh, gewonnen ja. hebt van Argentinië, dan ja, verdien jij de Wereldbeker. Dankjewel. Dank je wel. Alsjeblieft, Nico. <laughs> Het is de, de voorloper van de huidige wereld. Eigenlijk. Ja, tuurlijk. Ja. Ja. En ik heb ook al gezien, je hebt KV Mechelen. Heb je die nog niet? Maar nee, natuurlijk heb je die nog niet. Als je wilt, niet. mogen ze hebben. Echt? Dat meent je niet. Ja. Wauw, die krijgen wel een speciale plek bij mij. Eh, Nicola, merci. Ik zou zeggen, geniet nog van het spelen en aan de kijkers en luisteraars. Tot morgen.